Stichting Ramot heeft vanaf gisteren een eigen Green Garden opgezet door de Lions Club Paramaribo Focus. Safira Ilahibaks, president Paramaribo Focus Lions Club, zegt dat vanaf de oprichting van de club in 2018 het de bedoeling is geweest om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de gemeenschap. De Green Garden van Stichting Ramot stelt het tehuis in staat zelf te planten, wat een bijdrage zal leveren aan het milieu en de gezondheid van de mens. De voorbereiding en de uitvoering van dit project hebben ongeveer 3 maanden in beslag genomen. En uiteraard zijn we vanaf nagegaan welke internaten we konden betrekken. De screening is ook gedaan op basis van bepaalde voorwaarden, waaronder het beschikken over een vrij stuk terrein, voor het opzetten van zo'n Green Garden. En natuurlijk moet het kinderthuis ook in staat zijn om het verdere onderhoud voort te zetten. En kinderhuis Ramot voldeed aan deze voorwaarden. Na de selectie hebben we dus inventarisatie gedaan van de partners die we konden betrekken. Die konden bijdragen aan dit project. Dat de bewoners van het tehuis, dat zijn in dit geval ongeveer 25 kinderen en 3 begeleiders, dat ze toegang krijgen tot voedzaam voedsel en bewuster worden van gezonde voeding. We hopen dat het tehuis gestimuleerd wordt om met planten in een deel van hun levensonderhoud te kunnen voorzien. En we willen ze natuurlijk aanmoedigen om bij een overschot eventueel verder te verkopen, zodat de inkomsten gegenereerd worden om inkopen voor het tehuis te doen. District Governor Shabiki Kasabon haalde aan dat dit project een goed voorbeeld is hoe de Lions Club samen met de private sector kan werken om de samenleving groener te maken en tot een meer duurzame plek te maken. Zo drukte de Lions Club ook op het hart om te alle tijden zelf stappen te ondernemen om het verschil uit te maken. The Lions Club of Paramaribo Focus by this launch is certainly promoting environmental awareness and taking concrete steps to protect our planet. The Green Garden project is a testament to this commitment. By creating your beautiful green space in the heart of, in our focus area, you're not only improving the aesthetics of your community, but also providing much needed habitat for the children who will be assisting and helping to mitigate any climate change that we have. De Paramaribo Focus Lions Club heeft met de overdracht van de greenhouse aan Stichting Ramot haar tweede plantenkas geproduceerd. In juli 2022 werd de eerste plantenkas in gebruik genomen bij het Maria-internaat.